Vandaag 3 september, oogstfeesten. Iedereen is aan het uitpakken. Strak om 15 uur gaan we een officieel iets hebben dat we terug weer kunnen genieten van al dat lekkers. Ja, klopt. De zomer is gepasseerd. We hebben niet veel zomer gehad, maar bon, de zomer begint vanaf vandaag met de oogstfeesten. Lokaalmarkt. Wij geven iedereen die komt een kilogram gratis aardappelen, omdat de oogst van de aardappelen zo goed is. En we verwelkomen iedereen. U zegt iedereen, zijn het allemaal mensen die producten hebben, van thuis uit gekweekt hebben naar hier? Kunnen we het zo zien? Maar, dus wij selecteren op boeren, producenten, die dicht in de omtrek van Gent wonen. Maar we selecteren ook op een exclusiever product. Iets wat je niet in de supermarkt kunt vinden, dat zul je hier wel kunnen vinden. Geef even een voorbeeld. Oh, bijvoorbeeld mensen van Fish, die vis leveren. Dat is vis die rechtstreeks van de veiling komt, die hier op de markt aanwezig is. Of we hebben schapenboerderij Bochelle met unieke producten. Allee, eigenlijk heeft ieder voor zich gemerkt aan de producten. Dat zijn producten met passie, gekweekt of gemaakt. De beide kippen, dat zijn eigenlijk kippen die eerst 5 weken binnen opgekweekt worden, zodanig dat ze van donst naar vederkleed gaan, dat ze bestand zijn tegen het weer en dat ze dan naar buiten kunnen. Daar buiten gaan ze naar een mobiele stal, dus naar een verplaatsbare stal, wat dan ook zorgt dat de kippen altijd op vers gras kunnen lopen. De aanvulling van de kippen als voeding, in het laatste geven we daar ook nog lupinen, vlokken, graanvlokken en melkpoeder bij, zodanig dat de smaak van het vlees de nodige push op krijgt en dat de mensen in de pan een super lekkere kip ontvangen. Ik ben Fred van de Bukmaloeve. De Bukmaloeve heeft geiten, schapen en ponies. Dus een van de onderdelen is verse geitenkaas die we maken. Dat doen we ook voor schoolbezoeken, dus onderricht aan scholen en ook met de schapen. Van de Gentse Zuivelhoeve uit Oostakker. Ik sta hier op lokaalmarkt met mijn producten, zelfproducten vers van het erf. Dus wij maken onder andere zelf onze boter, onze karnemelk, onze yoghurt, zowel de volle als de magere. Met fruit, zonder fruit. Dan ook de platte kaas. Met fruit, zonder fruit. Een heleboel desserten. Dus wij verkopen onze producten zowel hier op de markten, maar ook bij onszelf thuis in Oostakker, de Drieselstraat nummer 67. En die is eigenlijk open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Mijn naam is Geert de Smet. Ik ben medewerker bij Boerderij De Loods. Boerderij De Loods is een sociale werkplaats in Aalst. Wij zijn in de eerste plaats een biolandbouwbedrijf. En met onze producten komen we graag naar de lokaalmarkt in Gentbrugge. We hebben vooral volle grondsgroenten en beperkt ook aanbod aan serregroenten. En we vullen dat aan met producten die we zelf niet kunnen telen, zoals fruit, appelspieren, abrikozen, meloenen, van alles. En dan ook een aantal beperkte dingen.